Die achterban die voelt dat aan, ja, wat Tros is en wat in dit geval Veronica is. Je ziet een duidelijk onderscheid tussen wat Tros is en wat bijvoorbeeld RTL 4 is. Ja, in de meeste gevallen ziet wel. Ziet u dat ook? Nee, ik zie dat niet. En dan hebben we ook tenminste iets leuks om over te praten. Ik denk dat heel veel van de programmering van Tros en RTL 4 hetzelfde is. In die zin, we mikken beide op de doorsnee Nederlander. En we doen dat ieder met hun eigen manier van invullen. Huib Boermans, de baas van RTL 4, RTL 5 en van Veronica, in gesprek met Karel van Dodewaard, de voorzitter van de Tros. Over het gevecht vanaf 1 september tussen de commerciële en de publieke omroep. Over voetbalrechten, Linda de Mol, blikken soep en een stukje erotiek. Morgenavond, laatste nieuws, aflevering 4. Om 11:09 vervolgens Secret History. Een Engelse serie over 4 opmerkelijke, maar verhuld gebleven gebeurtenissen. Morgen in de eerste aflevering de geschiedenis van een desastreuze slaaptherapie. Ontwikkeld door 2 fameuze psychiaters en bedoeld om psychiatrische patiënten tot rust te laten komen. En zo dadelijk de documentaire Mijn God, wat hebben we gedaan? Over de bemanning van de Enola Gay, het vliegtuig van waaruit de atoombom op Hiroshima werd gegooid. Gemaakt in 1981 door wijlend programmamaker en hoofdredacteur televisie van de VPRO, Roelof Kiers. En onderdeel uitmakend van een reeks van 3 documentaires van Roelof Kiers die de VPRO deze maand herhaalt. Die zoekt zijn auto erop en kinderen mogen er niet aankomen. Het is in de bergen op de Noordpool, voor de oorlog, in de speelgoedwinkels. Auto erop, zelfs paarden weigeren als ze het niet krijgen. Het trekt ook beesten aan. Apen, honden, schapen, kippen, beren. En die mogen niet gevoederd worden. En die mag ook niks. Ze doen er alles voor. Altijd weer die auto erop. Ze hebben het veel te lekker gemaakt. Het zou verboden moeten worden. Voor mensen met een andere kijk op het leven, de nieuwe Mitsubishi Charisma. Mitsubishi, je eigen karakter. Om zorgeloos te genieten van zee, zon en strand, vertrouw ik op de bescherming die Pantene mijn haar kan geven. Vroeger zag het er vaak niet uit, maar sinds ik Pantene gebruik is dat anders. Pantene helpt mijn haar te beschermen. Het valt soepel, het voelt zacht en het ziet er echt gezond en glanzend uit. Mijn koffer gaat niet dicht zonder Pantene. Pantene, voor haar zo gezond dat het glanst. Zelfs in de zomer. Als 18 uit hoeven zien. Ik voel me prima zoals ik nu ben. Die fijne lijntjes, dat vind ik niet erg. Vind ik zelfs wel leuk. Nou, die lijntjes kunnen rimpels worden. Dat zie ik helemaal niet zitten. Ik gebruik Oil of Olas. Nieuwe Active Beauty Fluid voegt 2 keer zoveel hydraterende vloeistoffen toe als voorheen en vermindert zo fijne lijntjes voor ze rimpels worden. Ik ben eigenlijk best een beetje trots op mijn huid. Nieuwe Active Beauty Fluid van Oil of Olas. Een olaashuid ziet er jonger uit. More information. Club Pepsi Max.
Dat is nog moeilijker dan het schoonmaken van één ovenschaal. 3 ovenschalen. Wat een uitdaging. Deze experts zetten schaal op schaal op schaal om Sun Micro te testen. Sun Micro met geconcentreerde waskracht verwijdert zelfs hardnekkige etensresten. Dat betekent een stralend en glashelder resultaat. Probeer Sun Micro. Sun, schoner kan het niet. Als jij bij mij een smoking huurt, dan moet je je echt de koning te rijk voelen. Ik maak ze perfect passend. Elk overhemd moet zo schoon zijn alsof jij de eerste bent die het draagt. Maar als je ziet hoe ik ze soms van die feestvierders terugkrijg, dan zit ik met de kater. En met alleen waspoeder, zelfs het beste, gaan sommige vlekken er domweg niet uit. Saus. Ik moest behalve waspoeder vaak vlekkenmiddelen gebruiken. Ik heb van alles geprobeerd. En de oplossing was een vloeibaar wasmiddel. Nieuwe Ariel Futur Vloeibaar lost sneller op, waardoor het meteen werkt. Deze vlekken gaan er met het beste waspoeder niet helemaal uit. Maar Ariel Futur Vloeibaar wast wel goed schoon. Geen poeder en vlekkenmiddelen meer nodig. Schoon, schoon, schoon. Dat is het enige dat telt. Kijk, zo hoort het. Nieuwe Ariel Futur Vloeibaar wast wel goed schoon. Je huurt hier tenslotte, omdat het er niet als huurkleding uitziet. Amstel 1870. Een stevig pils. Het was mooi en helder weer op de dag dat de bemanning van de Enola Gay de bom op Hiroshima liet vallen. Zo'n 36 jaar later sprak wijle programmamaker en hoofdredacteur televisie van de VPRO, Rudolf Kiers, met de mensen die op dat moment aanwezig waren in het vliegtuig. Schuld en spijt is het thema van 3 documentaires van Rudolf Kiers die de VPRO deze maand herhaalt. Uw aandacht nu voor de eerste van de reeks. Mijn God, wat hebben we gedaan?